eerste granenflits voor november 2019 en kijken we naar de koersen op de granenmarkten, dan zien we in Parijs dalen de tarweprijzen afgelopen week weer onder dat 180 euro niveau, zoals eigenlijk een beetje wel verwacht. En op de CBOT voor tarwe nog wel een stijging. En het is daar vooral de maïsoogst dat de markt bezighoudt, want die verloopt tergend langzaam door sneeuw en door regen. Het USDA, het wasderrapport, zit eraan te komen en de handel kijkt er nu al naar uit, want worden de opbrengstcijfers nog naar beneden bijgesteld of blijven ze zo hoog? Dat gaat het verdere marktverloop bepalen. Ook in Zuid-Amerika en in Australië zien we dat de tarwemarkt in beweging is en de oogst daar is ook weer van wereldbelang. In Europa loopt de export eigenlijk zeer goed, kunnen we wel zeggen. Er is 50% meer geëxporteerd dan een jaar eerder. Toch dalende prijsniveau om concurrerend te blijven, dat is wel belangrijk. Net als die eurokoers. En we zien dat na Frankrijk nu ook Duitsland op de exportmarkt goede zaken aan het doen is.